Peter van Ooy, als dit seizoen een boek zou zijn, dan denk ik dat je voornamelijk veel plezier beleeft aan de laatste paar bladzijden. Zeker, klopt. In het begin 4 wedstrijden gespeeld. Daarna werd het een stuk minder. Veel op de bank gezeten. Moeilijke periode, maar toch sterk uitgekomen. Toen je die moeilijke periode zat, hè, toen je niet speelde, wat hield je toen op de been? Ja, weet je, dus ik hou gewoon van het spelletje. Ja, ik weet zelf ook dat ik de kwaliteit heb. Komt er ook niet altijd uit. Alleen, je moet hard blijven werken en vooral niet opgeven. Je houdt niet zomaar iemand uit de ploeg. Hè? Het is wel degene met de meeste goals dit seizoen voor Heracles, Reuven Niemeyer, die nu niet speelt. Hoe kijk je daarnaar? Ik vind sowieso dat Reuven het hartstikke goed heeft gedaan. 7 goals is natuurlijk niet niks. Ik ben een andere speler. Ik sta niet op zijn positie. Ik sta iets meer verdedigend. Ja, en de ene keer kies trainen voor die mogelijkheid en dan weer voor iets anders. Dat jullie nu iets verdedigender staan op dat middenveld, dat werkt wel, hè? Want ja, de afgelopen 3 wedstrijden gaat het prima. Ja, zeker. Het begon tegen Willem II begon het al. Er zat veel druk op, die moest gewonnen worden. Dat ging goed. Daarna Feyenoord uit. Speelde ook best aardig. Maakte jij wel een persoonlijk foutje? Ik wou niks zeggen, een foutje van mij. Nou, foutje. Die dingen, die moeten... Werd je wel kwalijk genomen? Dacht je toen van, oh jee, dit is misschien weer zo'n moment waar ik op gepakt ga worden? Ja, zeker. Dat gaat wel door je hoofd. Maar ja... Want voor de duidelijkheid, je speelde een bal achter het standbeen langs op middenveld waaruit de goal viel, hè, van Feyenoord. Klopt. Die dingen moeten er zeker uit bij mij. Alsnog werd ik ook gelijk gewisseld. Toen dacht ik van, oh jee, dit gaat weer fout. Maar ja, alsnog, de trainer kwam naar me toe. Hij zei, je hebt gewoon goed gespeeld. Ik wilde iets veranderen. Dus ja, dat gaf me wel uiteindelijk toch nog een goed gevoel. En uiteindelijk zijn we doorgestegen naar een hoger niveau. Ja. Want de trainer is eigenlijk het hele seizoen al op zoek naar het ideale middenveld. Hij heeft heel veel dingen al geprobeerd. Denk jij dat dit het is? Ja, of dit het is. Op het moment halen we gewoon punten. We spelen... Ja, ik denk dat we steeds beter gaan spelen. We hebben een voetballend middenveld. Ik denk dat er nog veel rek in zit. Dat we nog steeds beter kunnen voetballen met elkaar. Nu komt de Twentse derby eraan. Ja, hoe leeft die wedstrijd bij jou? Ja, ik woon midden in het centrum. Ik kom veel mensen tegen. Ja, deze wedstrijd, dit is de wedstrijd voor het jaar voor die mensen. Ja, voor ons ook natuurlijk. Ja, het is niet zo dat we extra ons best doen. We moeten elke wedstrijd ons best doen. Maar als we deze winnen, dan doen we goede zaken. Wat kijken jullie nog een beetje naar boven? Want die plaats 8, plek voor Europees voetbal, de play-offs, die is niet eens zo heel ver meer. Nee, zeker niet. We hebben 8 wedstrijden nog te gaan. Ja, als we daar nog een hoop punten uit kunnen halen, dan is het dichtbij. Tot slot, in de winterstop mocht je eventueel weg, omdat je niet heel veel aan spelen toekwam. Je contract loopt af. Wat wil je eigenlijk? Wil jij bij Heracles blijven? Wil je verder kijken? Kun je iets vertellen over hoe jij erin staat voor het komende seizoen? Ja, ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Als je speelt is het natuurlijk alles is kloot. En dan geef je iedereen de schuld, behalve jezelf. Alleen ja, ik kijk natuurlijk ook naar mezelf. Ik kom in de winterstop, dan denk je van wat ben je nou voor plan, vriend? Wat ga je doen? Toen denk ik, je moet gewoon weer alles op alles zetten. Dit is je laatste kans zo, want je contract loopt ook af. Het pakt goed uit tot nu toe. Dus als Heracles om de tafel wil om alsnog bijvoorbeeld jouw contract open te breken, te verlengen, dan sta je daar ook wel voor open? Ja, tuurlijk. Zeker.